Hallo allemaal, welkom bij weer een nieuwe video van Outdoor Dutchman. Vandaag, zoals jullie kunnen zien, zit ik weer binnen. Zoals jullie achter me kunnen zien, het regent. Ik wou vandaag gaan vissen, want het leek wel goed dat het zou droog, zodat het eventjes droog ging blijven. Nou, het regent al de hele dag. Heel stom. Dus ik wou gaan vissen, maar ik ga vandaag weer een review video doen. Want ja, het regent toch, dus dan kunnen we net zo goed een review video doen. Oh ja, als jullie de snoek review video van gisteren niet hebben gezien, ik weet even niet kijken. Het is wel leuk op zich. Ik heb echt goed mijn best proberen te doen voor een leuk, voor goede edits. Volgens mij is het wel een beetje gelukt. Ik weet het niet zeker. Maar nou ja, ik ga vandaag eens een review video doen. Dit keer over de metal feeder winkelpicker spullen. Ik ga het met de feeder korfjes op een winkelpicker. En we gaan eens kijken of die. We gaan eens kijken hoe ik dat doe. Ik vis meestal met twee hengels. Allebei op een aparte steun. Ik vis meestal op een aparte steun, want ik heb geen groot genoeg steun. Maar ik ga dus gewoon snel beginnen, want ik wil niet dat de video te lang wordt. Maar nou, wat is dat nou, de metal feeder? Het is een soort korfje. Ja, ik heb het niet echt goed schoongemaakt, zoals je kan zien. Want meestal laat ik het water gewoon zijn werk doen. Er zit een beetje mais tussen. Maar, weet je dat? De metal feeder is een systeem. Dat is echt een heel mooi systeem. Het is echt... Ik bedoel, ik heb niet echt per se een vijvertje in hier in de buurt waar echt veel karpertjes zitten. Want dit is een karperher. Een karper. Een speciale... dingetje erachter, daar kun je dan mini boilies, mais achter doen of pellets. Ik doe meestal, ik woon hier in de buurt en er zit een grote vaart. Ik ga niet de naam vertellen, ik heb het vast wel eens keer verteld in mijn oude video's. Dat weet ik niet, maar er zit hier dus een hele grote vaart en daar vis ik altijd met mais aan de her. En hier, aan deze her hier zo. Aan die her. Nou, die her doet dan mais. En ik ga zo meteen wat gedetailleerder, maar dit is dus gewoon een weerhaakloos onderlijntje. Gewoon kant-en-klaar onderlijntje, weerhaakloos. En dat zit dan aan een speciale feeder. Het systeem die ik heb gemaakt zit aan een oogje. Ik weet niet per se hoe dit heet. Ik ben niet de beste visser namelijk. Maar gewoon aan een flatbed feedertje in line. Dat weet ik wel. En die zit dan... bak je dus een boilieprikketje, doe je de mais erop. Ik laat zo meteen de boilieprik al zien. Het is gewoon een speciaal voerkorfje en die doe je dan. Dan zit een speciaal malletje. Die pak ik er zo wel even bij. Die doe je dan, dan leg je aakas er zo erbovenop. Nou, dan ga ik nu even het malletje pakken. Zo, kijk. Dit is dus, die metal feeder kan je laten zien. Dit is dus dat malletje, deze. Kijk, dan, ik doe het even, ik zet geen voer in, maar kijk, je legt je haak. Zo. In de bodem leg je dat voer overheen. Volgens mij moet je het zelfs nog op een speciale manier doen. Ik wil gewoon zo erin leggen. En dan doe je zo dat dingetje, je korf erop. En druk je hem aan, zeg maar. Kijk, druk hem zeg maar niet op het oranje. Druk hem aan de achterkant waar niet het oranje zit. Kijk, en dan kun je zo op het oranje drukken. En dan soms zit hij vast, maar kijk, zoals je kan zien, komt die korf een beetje uit zo. Hier. Die valt er dan zo uit en dan zit je haartje er bovenop. Meestal moet je er dan een lok voor doen. Ik ga geen lok voor pakken, want dat is zonde. In vissen. En wat voor aasjes kun je dan gebruiken? Dit zijn mijn lievelingsaasjes. Als je een beetje feedervisser bent, dan ken je dit misschien wel. Gewoon mais. Gewoon supermarkt mais. Dit is gewoon maak ik een groot blik. Dat is goedkoper, dat kost maar een paar cent. Dat werkt echt heel goed voor brasem, ook al voor kleine karpertjes. Ik heb laatst een koerskarpertje gelost. Dat was al een maand geleden ongeveer. En dan heb je ook nog dit. Nou, dit kun je speciaal kopen. We hadden het gekocht bij een visserij. Bij zo'n betaalwater. Daar kun je dit kopen. Die haal ik even uit. Met dit. Stinkt heel erg. Het is een vismeelpellet. Het is een vismeelpelletje met een voorgeboord gatje. Jullie kunnen dus wel. Ik weet wat er.
Die doe je dus op ver. Dat ga ik nu even demonstreren. Zo. Pak je her. Ik kan het licht uit speciaal uitgezet, omdat dat zag er ook een beetje raar uit. En dan pak je de pallet. Druk je er dan zo op. Ze kunnen nog wel eens breken, omdat er een knoopje op zit. En die doe je dan. Even kijken of het niet breekt. Ja, zo. Die doe je dan zo op. En dan zit hij er zo op. Dan zit het dingetje plat. Dan hangt hij er zo onder en dan doe je het zo bovenop op je platte mallet. Nou ja, dat is dus wat je kan doen ook met het mais. Maar dan zou ik twee maiskorrels gaan doen. Dat is zeg maar, dat is zeg maar het eerste systeem. Dat is het allereerste systeempje. Die is gewoon het eerste, dit is gewoon het eerste systeem. Ik heb vis met twee soorten systemen. Twee soorten. Met een eentje van... vis met die platte method. Daar heb ik dit ook voor nodig. En ik vis met gewoon een normaal videokorfje. Nou, wat is nou het verschil? Deze kan glijden. Die andere kan ook glijden, moet je speciale wartel hebben. Alleen dat heb ik niet gedaan, ik weet niet waarom. En hier zit ook wat kleine haakjes aan. Dus hier zou ik nog vol kleine vogeltjes mee kunnen vangen als dat zou moeten. Ook werkloos. En dan zit er gewoon een geloot korfje aan. En een slidertje. Er is eigenlijk niet veel anders. Alleen het enige wat deze is, je hebt geen malletje nodig. Deze kun je gewoon in je bakje met voer kun je gewoon drukken. Doe je zeg maar gewoon zo, hou je duim erop en dan kun je erin drukken. Dat laat ik vast nog wel een keer zien als ik ga videovissen. De laatste tijd heb ik niet echt veel, omdat ik geen maden heb, kan ik niet videovissen. Kan wel, maar dat doe ik gewoon niet. Want we hebben ook geen mais en ik heb geen zin om naar de supermarkt te gaan. Maar deze video wordt achterlijk lang, dus ik ga denk ik een deel 2 maken. Stay tuned.